SP vraagt input brandweer. Verbazing over centrumplan. Moeders weer in de watten. Dit is het kanaal 13 Nieuws. De brandweer heeft het zwaar te verduren vanwege bezuinigingen en reorganisaties. Steeds meer brandweermensen zijn bang dat zij de veiligheid van burgers, maar ook van collega's, niet langer kunnen garanderen. In sommige gevallen is dat zelfs een reden om de brandweer te verlaten. SP Lingewaard wil van echte deskundigen weten wat er nu wel en wat er beter niet veranderd kan worden. Daarom vragen de socialisten al brandweermensen in Nederland een online vragenlijst in te vullen. Wij denken als SP zijnde dat het eigenlijk niet moet gebeuren om op de veiligheid te gaan bezuinigen. En ja, brandweer is toch veiligheid. Ze zijn zoveel dingen van plan wat ze willen gaan doen met de brandweer. En om ja, eigenlijk uit te zoeken wat er nou precies allemaal gaat gebeuren en hoe het speelt onder de brandweermensen, wat ze er zelf van vinden, is de SP landelijk een enquête gestart met de vraag van wat vinden jullie als brandweermannen er nu zelf van? En in die landelijke actie, wat doet SP Lingewaard dan concreet? Wij zorgen dat de brandweermensen in Lingewaard op de hoogte zijn en ze wijzen op de enquête die gestart is. We hebben posters bij alle brandweerkazernes gebracht met flyers, zodat ze weten dat de actie er is en dat ze de enquête online kunnen invullen via de SP. Heeft u al reacties gehad van brandweerlieden? Nee, zelf nog niet. De actie is pas kort opgestart. En we hebben afgelopen maandag hebben we de posters gekregen, dus die zijn we dinsdag gaan rondbrengen. En in Gent is er al wel wat gesproken met wat brandweermensen. En die waren wel heel enthousiast. Dus ja, verder gaat het allemaal landelijk. Gaat het verder wel ondersteunen het alleen maar. Is het ook ingegeven omdat er vooral ook veel onduidelijkheid is over of er bezuinigd wordt, hoeveel, waarop? Zeker. Dat zal ook zeker zo zijn. En we zullen als SP zijn er toch gaan proberen om zo min mogelijk te bezuinigen daarop. Het liefst helemaal niet natuurlijk. Want ja, je kunt gewoon niet bezuinigen op de veiligheid. Want ja, het gaat iedereen aan. Alle mensen in de hele gemeente, eigenlijk landelijk helemaal, die gaan daar denk ik toch wel de nadelen van ondervinden op het moment dat het onveilig wordt. Tijdens de Vierdaagse kunnen lopers hun prestatie koppelen aan een goed doel. Deelnemers die met behulp van sponsoren geld willen binnenhalen, kunnen zich voor €20 inschrijven op de website. Dan wordt alle administratieve rompslomp uit handen genomen. Lopen voor een goed doel wordt de laatste tijd steeds populairder. De Nijmeegse chipproducent NXP maakt weer een netto winst. Na het eerdere verlies in het eerste kwartaal 2010 heeft het bedrijf nu een winst geboekt van €126 miljoen. Dit komt mede door de productie van geavanceerde chips. Deze chips worden vooral toegepast in de techniek van moderne auto's. Vorig jaar stond NXP nog in de min met een bedrag van €2,3 miljoen. Tot 17 juni kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen het besluit van de provincie Gelderland om de maximumsnelheid op de A325 tussen Arnhem en Nijmegen te verlagen van 120 naar 100 km/u. Het is al enige tijd bekend dat de provincie de snelheid wil verlagen en dat leidde tot boze reacties van weggebruikers. Het gaat de goede kant op met het project Burgernet. Nog een kleine maand te gaan en het aantal aanmeldingen gaat richting het gewenste getal van 10.000. Inmiddels hebben zo'n 9.000 Arnhemmers gemeld mee te willen doen aan het project. Deelnemers van Burgernet worden ingeschakeld om de politie te helpen bij het oplossen van zaken zoals het uitkijken naar verdachten of een gestolen auto. De politie heeft aangegeven tevreden te zijn met 10.000 deelnemers. Het artikel in de Gelderlander van 23 april over het centrumplan Huissen heeft voor grote verbazing gezorgd. In het stuk stelt de Lingewaardse wethouder Frans Schut dat het plan waarbij de Albert Heijn verhuist naar de locatie waar nu de HEMA zit, volledig is uitgewerkt. Maar volgens Johan Sluiter van Lokaal Belang Lingewaard weten de raadsleden niet beter dan dat de Aloysiusschool nog altijd in beeld is. Hij uitte zijn verbazing onlangs in een Twitterbericht. College is voornemens de gymzaal Aloysiusschool op te knappen. Investeren in locatie die gesloopt wordt.
Wat weten zij wat wij niet weten? Dat klopt. Ik had op Twitter gezet, wat weten zij meer als dat wij weten? En dat was op 3 mei. Maar het gaat hier om de Aloysiusschool, hier om het gymlokaal van Horus. Turnlocatie van Horus. Het gaat niet zozeer om Horus zelf, maar op de manier waarop het gedaan is. Horus verdient natuurlijk een betere plaats als dat zij nu hebben. En dat was ook allemaal in kannen en kruiken, want ze zouden komen op een nieuwe te bouwen sportpark, CQ Sporthal, aan de Poolseweg. Nou, stond in de Gelderlander met name de HEMA-locatie genoemd, dat deze locatie van de baan is. Was u dat bekend? Wij moeten ook alles vernemen vanuit de krant. Dus ik vind het ook heel erg jammer dat wij niet worden geïnformeerd door de wethouder. Hij heeft wel een actieve informatieplicht, heeft hij. En dat heeft hij niet gedaan. Maar wat me nog meer verbaast is dat ik zit met de vraag van... God, is het gebruikelijk dat je gemeenschapsgeld uit gaat geven aan een gebouw... wat juridisch niet in eigendom is bij de gemeente, maar juridisch in eigendom is van derden? Concrete zin betekent dat, ik wacht even af wat de antwoorden zijn op de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de VVD en de PvdA. Maar ik loop wel met een paar dingetjes waarbij ik denk van nou, een extra raadsvergadering zou best wel eens kunnen. Dat liggen de mogelijkheden. TV Lingewaard zocht wethouder Schut op met de vraag hoe het nu precies zit. De verbazing over dat er geld beschikbaar is voor de opknap van de gymzaal van de Aloysiusschool, die begrijp ik niet. Want er staat in het schrijven dat het even voor de tijdelijke gang van zaken is. Door de huidige gebreken die er zijn. En waardoor de huidige huurder slecht de zaal kan gebruiken. Dus je moet dan gaande je huurcontract de zaak wel onderhouden. Iedere raadsvergadering worden daarin de rondvragen. Met name ook door de heer Sluiter die dan altijd aansluit met aanvullende vragen. Vragen gesteld over... waar wij dus mee bezig zijn, daar heb ik de laatste raadsvergadering op 31 mei nog ruidelijk verteld dat wij dus als gemeente aan het faciliteren zijn om er een alternatieve locatie voor de Albert Heijn mogelijk te maken in de Lange Straat, waarbij nu de HEMA-locatie heel nadrukkelijk in beeld is voor 2500 meter met 200 mogelijkheid van 280 parkeerplaatsen. Een vergelijkbare reactie hoor je ook van de heer Peren van PvdA en de heer Weg van VVD. Zij hebben ook schriftelijke vragen gesteld. Heeft u die inmiddels al ontvangen? Nou, dat zijn een vergelijkbare reactie dat ik dat begrijpelijk vind. Acht ik ook niet. Vind ik ook niet juist, want het is ook de heer Weg geweest die daar vragen over gesteld heeft. De heer Peren niet. Ik heb inmiddels begrepen dat de heer Weg schriftelijke vragen gaat stellen. De heer Peren heeft ze gesteld over het feit dat de Albert Heijn de heer Geveling een brief gestuurd heeft waarbij hij opheldering vraagt over het standpunt van de gemeente in deze. Nou, daar kan ik heel helder en duidelijk in zijn. Dit college is nu een jaar in dienst en die is geconfronteerd met een koopcontract wat al voor de verkiezingen op het laatste moment tot stand is gekomen tussen de gemeente en Geveling, waarbij de Aloysiuslocatie verkocht was. Wij hebben er alleen maar op gewezen, omdat wij in ons coalitieakkoord ook hadden staan dat wij de Aloysiuslocatie of de centrumvisie wilden heroverwegen, omdat wij zeiden het maatschappelijk draagvlak bij de bevolking is niet aanwezig om die Aloysiuslocatie te ontwikkelen voor commerciële functies. Ze geven geloof ik ook nog aan dat ik persoonlijke interesse of belang zou hebben bij de locatie in de Doelenstraat. Dat het beter is dat ik maar verdwijn geloof ik van die portefeuille. Omdat mijn persoonlijk belang te zwaar weegt. Ja, ik begrijp niet waar ze dat vandaan halen omdat ik in de buurt woon. Ik woon zo ver weg van de Aloysiuslocatie. Ik heb daar absoluut geen last van wat daar gebeurt. En ik geloof dat de mensen, dat hebben ze ook gewaardeerd bij de laatste verkiezingen, dat ze mij persoonlijk erin vertrouwen dat ik het puur het algemeen belang doe. Ik vind het een beetje insinuerend wat daar eigenlijk gesteld wordt. Een bloemetje, een mooie tekening, chocola. Zolang Moederdag niet vergeten wordt, kunnen de mama's in Nederland rekenen op een hoop verwennerij. Ondanks dat er van alles te krijgen valt om moeders te verrassen, valt het toch niet mee om ieder jaar weer wat nieuws te verzinnen? Het is veel drukker en veel kinderen ook in de winkel. Dus die komen allemaal cadeautjes voor Moederdag kopen. En wat kopen ze dan zoal? Wat is het populair? Hierzo zijn de mama spulletjes. Dus het mama's advies van Blond. Dat is heel populair. En daar kun je kleine cadeautjes van maken en grote cadeautjes van maken. En de vlinder die op zonne-energie loopt, die rondjes draait op zonne-energie, die is ook heel populair.
Helaas, dit jaar valt het een beetje tegen in verband met de weersomstandigheden. En, ja, algemeen is bekend dat op het moment dat het mooi weer is, we wat minder naar de winkels toe gaan en geïnteresseerd zijn in met name chocoladeproducten. Dus nee, het valt tot op heden wat tegen. En de verwachtingen voor morgen zijn natuurlijk weer uitzonderlijk mooi weer. Dus we zullen duimen. Want hebben jullie vooral chocoladeartikelen voor moederdag of nog meer? Nee, het is wat breder natuurlijk dan alleen chocolade. We verkopen natuurlijk ook allerlei suikerwerkproducten. En een gedeelte daarvoor wordt speciaal voor moederdag geproduceerd. Zodat het ook herkenbaarder is. Ja, we gaan straks even wat kopen, denk ik, voor de moeder. En heb je al een beetje een idee wat het wordt? Heb jij al een beetje idee? Doe je zonnebril even af? Ja, ook van school een cadeautje voor moederdag. Wat heb je gemaakt voor je moeder? Een schilderij op een club en een potje op school en nog veel meer op school. Wat is het leukste wat u gehad heeft tot nu toe? Poeh, moet ik even goed nadenken hoor. Ja, de zelfgemaakte dingetjes zijn toch altijd wel het leukst. Ja. Ik hou toch altijd heel erg van tekeningen. Toch zoiets simpels? Ja. Ja, dat is toch het persoonlijkst en erg leuk. Ja. Ja. Want heeft u zelf ook nog iemand die u gaat verrassen met moederdag? Ja, mijn eigen moeder. Ja. Ja. En wat gaat u voor de kopen? Die krijgt een tuinstoel. Een lekkere, luie tuinstoel. Uiteraard denk ik aan mijn eigen moeder, maar dat doe ik elke dag. Daar hoeft het geen moederdag voor te zijn. Slotverrekening, ze verdient gewoon elke dag aandacht. Dit is het bonnenboekje. Heel leuk om aan moeder te geven. Er staan allemaal de goedbonnen in die je aan moeder kunt geven, maar die moeders ook aan jou kan geven. De uitgeverij heeft ook nog een heel leuk cadeautje erbij, dat je een persoonlijke tegoedbon kunt maken. Dan moet je naar hun website gaan om die te laten maken. Ik zal er even eentje open slaan. Nou, misschien van toepassing. Sorry dat ik zo'n kreng ben af en toe. Misschien kan voor moeder. Tot zover het Kanaal 13 Nieuws. Heeft u tips? Wilt u het Kanaal 13 Nieuws op DVD bestellen of terugkijken? Surf u dan naar www.kanaal13.tv. Straks in UITV. Puberperikelen en musicalzenuwen in Spangas live en inhaken op zijn Tirols. Direct na het weerbericht hier op Kanaal 13.